Time now to meet our players. Ladies and gentlemen, making his debut from Holland, it's time to meet the miracle, Mario Michael! Nou, dan gaan we echt beginnen. We hebben er een jaar op moeten wachten. Ja, iets minder dan een jaar natuurlijk. Genoeg voorbeschouwd, genoeg gefilosofeerd. We gaan gooien. Laten we maar gaan darten. Zo dadelijk deze twee mannen die aftrappen. Het WK 2014. Een Nederlander. Mareno Michels. En een Canadees. Met bril weer. John Part. Het is meteen al een echte eerste ronde partij. En dat betekent best of 5 sets. Elke set best of 5 legs. Hierna komen twee qualifiers aan de hockey. Rob Sabo en Ian Moss. En daarna hebben we nog Peter Wright, Joe Cullen, Phil Taylor tegen de winnaar van Sabo, schuine streep Moss. En de avond wordt afgesloten. De eerste avond van het WK 2014 met Richie Burnett tegen Dean Winstanley. En Russ Bray is nu bijna al niet meer te verstaan in deze heksenketel die Alexandra Palace heet. We zijn officieel los. De eerste drie pijlen zijn gegooid door de man uit Oshawa vlakbij Toronto, John Part. En hier staat onze landgenoot uit Ridderkerk, de 29-jarige Mareno Michels. We zijn echt begonnen, Jacques. Ja, het heeft lang geduurd, hè? Maar uiteindelijk zijn we dan toch onderweg. En het is dan ook wel weer mooi om meteen in die eerste partij al een voormalig wereldkampioen te doen. Drievoudig wereldkampioen natuurlijk, John Part. En kijk, brutaal weg de Nederlander met de eerste 180 van de wedstrijd. Part is geplaatst op dit toernooi. En daarom staat hij dus in de top 32 van de wereld. Als nummer 25 staat hij op de plaatsingslijst. En Mareno Michels, hij heeft zich hier geplaatst via de Europese ranglijst. Daar hoorde hij tot de beste 4. En daarom mag ook hij hier spelen. Ja, op de grote wereldranglijst staat hij 70 plaatsen lager dan Part, op plaats nummer 95. 138. Part die nu 60 overlaat, kan ook Michels naar een finish toe. Dat kan die. 100. Jordan requires 60.
tops voor Part en de 1-0 voorsprong in de eerste set. En dan gaan we nu kijken hoe het zit met het vermogen van deze man uit Ridderkerk om ook zijn leg te houden. Ja, het is lastig. Je maakt je debuut op dit podium en dan moet je ook nog eens een keer de allereerste wedstrijd. En dat is ja, eigenlijk voordat het WK begonnen is, kun je alweer thuis zijn. Want dat is eigenlijk zo. Ja, en daar speel je toch een beetje tegen. Geldt ook voor Part natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar ja, die heeft wel iets meer ervaring op dit podium dan Michels. En ervaring op dit podium met name is echt van belang. Wat Part ook heeft gedaan in de laatste paar televisietoernooien. Op het WK speelt hij eigenlijk altijd goed. Dit is zijn terrein. Ja. Set spelen kan hij als geen ander. En 180 gooien kan hij ook in deze partij voor de eerste keer. In de leg die Michels begonnen is. Ja, je zei wat Part ook gedaan heeft de laatste televisietoernooien. Dat was niet zoveel. Nee, dat klopt. Hij plaatste zich wel voor alle televisietoernooien dit jaar. Omdat hij begin van het jaar een van de Eurotour toernooien won. En dat levert dan zoveel geld voor de wereldranglijst op dat je eigenlijk verzekerd bent de rest van het jaar dat je mag spelen. Maar op de televisietoernooien liet hij bitter weinig zien. Het was met name eerste rondewerk wat we van Part gezien hebben. En de laatste keer dat we hem zagen was ja, die beruchte partij tegen Andy Hamilton natuurlijk. Waarin hij 5-1 voorkwam en vervolgens 18 matchdarts miste. En Hamilton die wedstrijd nog zou winnen. Voor het eerst met bril toen. Nou, nu is hij misschien gewend aan de bril. Of niet? Hoopt Michels misschien. Dat zal Michels hopen, ja. Maar die staat nu al in de problemen in zijn eigen leg. Hij gooit 150 niet uit. Een Part. Alweer op tops. Part nu op dubbel 10. Part nog steeds op dubbel 10. En Part op dubbel 5 met Michels. Op 90 dus. Het mogen duidelijk zijn dat hij eruit moet. Op de 20 blijft hij. En dan gaat hij naar Bullseye toe. Michels. Het scheelt niet heel veel. Hij zit er wel naast. Dit zit er niet naast. Integendeel. En dat betekent dat John Part in de set die hij ook begon, zijn set om het dan zomaar te zeggen, nu 2-0 voor staat. Nou, dat is min of meer voor Michels denk ik nog wel het voordeel dat hij heeft, dat de eerste set op Part wordt begonnen. Dan heb je in ieder geval één set om even een beetje te acclimatiseren. Michels is niet helemaal onervaren, heeft in het verleden echt wel op televisietoernooien gespeeld. Met name in Nederland, best wel wat ervaring opgedaan. In 2005, World Darts Trophy, kwartfinale, won daar van Simon Whitlock bijvoorbeeld. Om zomaar eens even een naam te noemen. En speelde ook al twee keer op Lakeside. Dat was wat minder succesvol. In 2006 verloor hij in de eerste ronde van Paul Hogan. En in 2010 in de eerste ronde van John Henderson. Maar wat ik met name van Michels wel heb onthouden uit die partij is dat als hij kansen krijgt, dan pakt hij ze over het algemeen wel. Scorend komt hij nog wel eens wat tekort. Ja, dat wordt voorlopig ook nog door de gemiddelden geïllustreerd. Hij blijft nog wat te ver achter bij de Canadees. 64. En hij heeft dan ook nog de pech dat die laatste pijl die naar mijn idee toch in de triple 20 zat, er weer even hard uitspringt. Triple nodig nu, Part, maar dat wordt lastig. 100. Marino, you require... Dan maar de dubbel 10 laten staan. Dit is een kansje voor Michels. En dit is nog steeds een kans voor Michels. Dubbel 8. En die rood je er ook in, zeg. 136 voor Michels. Dat is even lekker, zeg maar. Dat is even lekker.
Hij is er nog niet natuurlijk in die eerste set. Verre van. Maar toch. We zijn van start. En ook Michels is van start. Ja. Dat geeft je... Ja, je hebt even iets nodig om je aan vast te klampen, lijkt mij. Je zoekt naar het goede gevoel. En dat moet je zo snel mogelijk zien te krijgen. En Part weet ook heel goed dat hij zijn tegenstander zo lang mogelijk uit dat spel moet zien te houden. Je ziet ook de focus en de grimas. Dit is het WK. Dit is anders dan alle andere toernooien. Hier willen ze spelen. Ondertussen dreunt hier alles in de commentaarcel. Jacques die met handgebaren nog even zijn stelling kracht bijzet. Letterlijk. Ook voor jou is het WK begonnen, merk ik. Precies. Nee, maar het is mooi. Ook zo'n jongen als Mareno Michels. Kijk, het grote publiek kent Mareno Michels natuurlijk niet. Maar het is een jongen die al jarenlang al die toernooien afloopt. De arbeid erin steekt. Iedere dag thuis staat te trainen. Naar die toernooien toe gaat. Hij komt bijna nooit heel erg ver. Dat zeg ik er ook eerlijk bij. Maar hij wordt ieder jaar wordt hij een klein stukje beter. Klein stukje beter, klein stukje beter. En ik was erbij in Duitsland in september toen hij de kwartfinale haalde. Gooide die Kim Huibrecht eraf en gooide Vincent van der Voort eraf in dat toernooi. En daarmee plaatste hij zich voor dit WK. En dan denk ik, ja, zo'n jongen doet al het werk ervoor. Dan verdient hij het ook wel een keer om dit te mogen proberen in ieder geval. Nou, en dit is zijn test. En als je dan Part treft, ja, weet je ook. Ik krijg een hele ervaren man tegenover me. Maar goed, is ook niet meer in de vorm van toen hij de WK's won. Dus hij zal best denken dat hij kansen heeft. En als je dat gevoel ook in de wedstrijd kan krijgen, ja, dan ben je een heel end. Omdat Part niet op een finish staat, gaat Michels gewoon voor de 20. En laat hij dubbel 16 over. En hij is pas 29, hè? Ja, niet John Part, die is 47. Maar wel Mareno Michels. Die nu voor 2-2 gaat gooien. Terwijl Part ook nog eens slechts 147 laat staan. Of maar liefst, moet je dan eigenlijk zeggen. En die hangt erin. En het is 2-2. Nou, we gaan eens even kijken wat er nog mogelijk is in deze set. Voor Mareno Michels. Hij zal Part toch even aan het denken hebben gekregen. Ja, inderdaad. En Part weet ook dat hij deze leg echt wel moet houden nu. Triple is lekker. Ja, op het WK. En dat zullen we het gehele WK zullen we dat houden. Je krijgt heel veel, omdat je in dat set speelt, zo'n beslissende vijfde leg. En dat zijn de legs waarop je weet of je in vorm bent of niet. Dit zijn de beslissende momenten in iedere set. En de speler die hier het beste mee omgaat gedurende het toernooi, die gaat het toernooi winnen. Mentaal sterk, dat heb je nodig. Sterkte. Nou, sterkte er maar, John Part. Voorlopig moet hij achter Michels aan. 96. Daar had Michels wel een triple kunnen gebruiken. Want nu moet hij weer achter Part aan. Part op een finish. En Michels niet. Zes darts voor 149. Hij heeft Darth Maple om de eerste set toch nog binnen te slepen. Ja, dit doet hij wel weer heel goed. En dan zeg je, normaal gesproken mist Part ook niet redurts op dubbel 6. Nou, we gaan eens kijken. Dit is voor de set, de eerste. Dubbel 6, hangt erin. John Part trekt die set dan toch inderdaad over de streep. Zwaait nog even naar het publiek. En staat dus 1-0 voor in sets.
Ja, hij kwam goed terug, Michels. Van een 2-0 achterstand in de eerste set naar 2-2. Onder meer weer een 136 finish die hij heel strak gooide in de derde leg. Maar uiteindelijk was het dus toch niet genoeg. Maar het zijn nogmaals gezegd, die eerste set was de set van Part. Nu moet de set van Michels komen. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat hij dan ergens onderweg nog wel een set van Part moet afpakken. Ja goed, je moet gewoon beginnen met je eigen sets te winnen. Daar draait het om. En de kans dat het helemaal tot het bittere eind gaat op het WK in dit setsysteem is ook weer niet zo groot. Daar moet je pas op het moment dat je de vijfde set gaat beginnen eens een keer aan denken. En hij heeft Part al een keer gebroken, dus hij weet ook dat het mogelijk is. Gemiddelden zijn ondertussen wel naar elkaar toegekropen. Michels zit op 89, zo'n beetje Part op 91. Dat gaat nu weer een beetje omhoog. Dit is om zijn eigen eerste lek te houden. En dat kan via de bol, maar dat gaat niet via de bol. Dus heeft Part een stevige kans vanaf 100. Om Michels te breken. Triple 20 en dubbel 10. Ja, dat probeerde hij wel, maar het lukt niet. Dus voor Michels een 25 finish. En dan moet hij nu de dubbel 8 gooien. Anders zit hij meteen al in de problemen. En dan moet Part nu tops gooien. Anders laat hij een kans liggen. Nee, hij zit er echt niet in, John. Spijt me. Dan kan je nog een bril opzetten, maar het helpt niet. En dan moet Michels nu echt dubbel 2 gooien. Ja, en dit soort kansen mag je niet laten liggen natuurlijk. Part zet de bril nog een keertje recht. Heeft dat geholpen? Jazeker heeft dat geholpen. En dan mag hij meteen weer door naar de hockey. De rand daarvan. 59. Ja, hij loopt toch al een hele tijd mee, John Part. Het is absoluut een van de iconen die we hebben in de dartsport. Als je een lijstje maakt met echt grote namen, dan hoort John Part daar natuurlijk bij. Drievoudig wereldkampioen. En ja, er zijn er natuurlijk maar heel, heel weinig die dat kunnen zeggen. Het is het 21ste WK waar John Part al aan meedoet. Als je Lakeside erbij rekent. Ja. En dat doen we gewoon. Ja, waarom niet? Ja. Vanaf 94, toen hij meteen bij zijn debuut natuurlijk wereldkampioen werd. Ja, er zijn toch maar heel weinig spelers die aan 20 WK-deelnames komen, hoor. Dat is echt, dan hoor je echt in een select rijtje van namen thuis. Het zijn er op dit moment 12. Dan gaan er dit jaar nog wel een paar bij komen. Maar dan hoor je echt bij de elite. En de poster, de banier van Part, hangt dit jaar ook in Alexandra Palace. En vorig jaar niet. Prominente plek. Naast Lewis en Taylor. Daar was hij toen nogal over in zijn wiek geschoten. Ja, en terecht. Ik bedoel, hij in Alexandra Palace was hij de eerste wereldkampioen. Ondertussen, ik wil niet veel zeggen, Jacques. Michels moet natuurlijk wel gaan terugbreken in deze set. Ja, Part zet nog wel eventjes aan. Ik wil niet veel zeggen. Gooi Part 180. Maar ondertussen is het Michels die op 1-1 komt. En zie je Part toch even denken. Wat heb ik aan mijn fiets hangen? Wat is dat voor een kereltje?
In ieder geval speelden ze buiten het podium al minimaal twee keer tegen elkaar. Beide keren won Part. Ja, ze zullen elkaar ongetwijfeld kennen. Want ja, ik zeg al, Michels loopt echt wel al een tijdje mee. Gooit die vloertoernooi. Hij had daar af en toe wel redelijke resultaten. Zonder echte uitschieters. Ziet er fijn uit. Ik zeg, het ziet er heerlijk uit. 280 voor Michels. 97. En nu door natuurlijk. 100. Dit valt een klein beetje tegen. ...125 voor Michels, begint met een bullseye. Dan zal hij daar blijven voor een enkele bol en dan nog een keer bullseye. Kan hij hem er nog overheen wippen vanaf links? Nee, net niet. En wat kan John Part met 72? Oeh, die mist de grote 20. Dat is niks voor Part. Om voor het eerst in een set ook een voorsprong te komen. Dubbel 8. Marino Michels. Gooi hem erin. En dat doet hij. En dat wil hij ook best wel even weten. Hij stond 1-0 achter in deze tweede set. En hij laat toch zien, wat mij betreft, dat hij hier niet als figurant staat. Nee, absoluut niet. Nou goed, hij heeft natuurlijk al wel wat tv-ervaring. En dat komt hem echt wel van pas nu. Het is niet helemaal vreemd voor hem. Het is een immens podium wat hier staat. 60 meter breed is het. Dat was vorig jaar ook, toch? Ja, maar als je daar voor de eerste keer binnenkomt lopen als jong broekie, dan... En dan is die zaal nog leeg, want er zitten geen toeschouwers in. Dan mag je even kijken. Dan denk je, oh, dat is groot. Ja, de afstand van Nelly Coman, hè? Precies. En die kon het in 7 seconden. Win Stanley deed dat vorig jaar ook wel aardig. Die zat er dichtbij bij die 7 seconden. Nou, dat is een 9-darter, hè? Ja, dan die heb je niet gehad, hè? Heb je natuurlijk wel heel weinig uitlopen, hè? Ja, dat is waar. 164 voor Part. Gaat wel voor de triple 18. Gaat hij ook voor de bullseye? Ja, waarom niet? 139. Ja, 2-2, daar mogen we wel van uitgaan. Maar dan komt het voor Michels aan. Op de vijfde leg zo dadelijk. En dan begint het grote menerenwerk weer. Ja, Part die... kan dit bijna met zijn ogen dicht gaan doen. Of zonder bril. Of allebei. 83. John, you require 8. 165 is ook nog steeds een finish voor Michels. En het is inderdaad 2-2. Voor de tweede keer in deze partij gaan we dus een vijfde en beslissende leg spelen. In de eerste set... was het de ervaring van Part die de leg binnenhaalde. Nu mag Michelsen beginnen, dat is natuurlijk een verschil. Maar ja, het verschil is heel groot, hè. Of 1-1 in sets of 2-0 in sets. Dat is een heel groot verschil en dan telt ervaring. Ja, dan telt ervaring echt. Het grote menerenwerk, Marino Michels. Zijn moment is nu.
En hij is het initiatief kwijt aan Part. Maar hoe gaat Part verder? Ja, dat valt wel weer tegen. En ook dit valt tegen. Dit zijn de momenten van druk. En vooral voor Michels natuurlijk. Part heeft nog het kussen van de 1-0 voorsprong in sets. Nou, Part heeft een finish overgelaten. Dat gaat Michels alvast niet lukken. En die heeft toch moeite om de triples te vinden hoor in deze beslissende leg. En dan kan Part hem gaan wegzetten. Ja, en die triple zit er ook nog in. Triple 17 is dan om dubbel 18 over te laten. Dat niet, maar Michels heeft nu 140 of 180 nodig. Die moet vallen nu. Maar iedere eerste pijl zit eronder. En dan moet hij er omheen werken. En dan is 100. Nou ja, eerst maar eens kijken wat Par doet. 20 dubbel 16. Eén kans voor de dubbel. Gemist. Dus Michels. 136 lukte hem in de eerste set. 146 lukte hem niet. Nu moet hij hopen op een slippertje van Part. Wat hij overlaat is dan ook niet optimaal. Maar Part maakt geen slippertje en Part wint ook de tweede set met 3-2. Wijst nog even naar de dubbel en nu gaat het lastig worden. Niet onmogelijk, maar wel heel lastig voor Mareno Michels. Nou, eens kijken wat er voor Michels nog te halen valt. Want de harde feiten zijn, het harde feit is dat John Part nog maar één gewonnen set nodig heeft om door te gaan naar de tweede ronde. Ja, dat betekent natuurlijk ook wel meteen dat Michels gewoon vrijheid kan spelen nu. Niets meer te verliezen, alleen maar te winnen. Ja, de twee belangrijkste legs in deze partij heeft Part gewonnen. Ja, dat zijn dan de hele kille cijfers. 57. Hij zit daar heel dichtbij, Michels, dat wel. Het is zijn 54ste wedstrijd op een WK, John Part. Van de vorige 53 won hij er 36, dus ook die cijfers zijn prachtig. Ja, voor Michels is pas de eerste wedstrijd op het PDC-WK. Twee keer een eerste ronde partij op Lakeside. 2006, 2010. Dus daar zit een heel groot verschil tussen. Part probeert 4 keer 19 voor dubbel 16. Dat is nog niet gelukt. 56. Maar hij heeft wel een ruime voorsprong. Over verbeterde blikken gesproken. 36. Hij moet ergens beginnen, Mareno Michels. Deze 105 bijvoorbeeld. Nou, die 5 is er alvast af. Ja, maar dan heb je daarna een triple 20 nodig. 45. Johnny requires 16. En die komt er niet. Maar komt die dubbel 8 voor Parter? Ja, die komt er.
Second leg, Marino throw first. Game on. Ja, het niveau van Paard, in ieder geval qua gemiddelde, wordt hij niet beter. Maar ja, dat van Michels ook niet. Het begin was heel sterk van John Paard. Hij zakt toch wel wat weg. Ook het finishpercentage, 31%. Dat is nog wel acceptabel, daar gaat het niet om. Maar je bent van Paard normaal gesproken gewoon beter gewend. Het enige ding dat je dan wel voor hem kan zeggen is dat als die dubbels recht in moeten, dan gaan ze er wel in. Dat dan wel. Zo. Zijn vierde. Daarmee komt hij weer een stapje dichter bij de overwinning. En als hij wint, komt hij pas over 9 dagen weer in actie. Ja, dat is 2K, hè? Tegen de winnaar van de partij, Wes Newton. Tegen Gino Vos. Kijk eens aan. Of Royden Lamb. Die moet, ja. Die moet nog wel even een voorronde spelen. Ja, ja, maar die heeft zo'n korte achternaam, daar had ik voor even overheen gekeken. Hoewel, dat is net zo kort als die van Vos natuurlijk. Maar goed, dit geheel terzijde. John Park. Nou, dat maakt dit WK ook lastig. Als je die eerste wedstrijd gespeeld hebt, zitten er veel vrije dagen tussen. Dus eigenlijk, je blijft ook niet daar. Dus je hebt ook niet echt het gevoel dat je in het toernooi zit. De meeste spelers die je spreekt en die ervaring hebben met het toernooi zeggen, na kerst, dan begint voor ons pas echt het WK. Kijk, voor ons als toeschouwers is dit natuurlijk al fantastisch. Want je krijgt iedereen te zien. En er zijn altijd verrassingen in die eerste ronde. Dus op het moment dat je denkt van nou, ik ga vanavond vroeg slapen. Want ja, er gebeurt toch niks. Niet doen. Niet doen. Heel onverstandig. Maar ik heb je gewaarschuwd. Op de eerste dag waarschuw ik iedereen alvast. Nee, dat gaan we meteen duidelijk maken. Want Michels. 97. De bril is weer rechtgezet. En Paard, net als in de eerste set, die hij ook mocht beginnen op een 2-0 voorsprong. En nu wel heel erg dichtbij. 19. Gemiddelde van Michels overigens weer afgezakt richting de 80. Zit daar nog wel wat boven. Paard zit net onder de 90. Maar dat is voldoende. Nou, kan Michels net als in de eerste set nog even de rug rechten. Toch nog deze set spannend maken en hem misschien nog naar zich toe trekken. Paard voelt zich nu heel comfortabel, denkt misschien al dat hij er is. Misschien als je daar nog net even gebruik van kan maken. Niets is onmogelijk. Op een WK is alles anders. Niets is onmogelijk. 135. Gebeuren altijd dingen op zo'n WK die je nergens anders ziet. Als je ziet hoe vol het al vandaag zit in Ali Pelli, dat is echt ongelooflijk. 126 met Paard niet op een finish, dus verkiest Michels de veilige weg van het wegzetten. En dat is prima. Marino, you require 32. Game show. Nou, het gaat precies hetzelfde als in de eerste set verlopen. Alleen, als dat zo doorgaat, moet het aan het einde natuurlijk dan wel even anders gaan. Weer in die vijfde leg. Dan eventueel, hopelijk, voor Michels. Hij is goed begonnen in ieder geval. Ja, de eerste van 71 wedstrijden op dit WK. Want zoveel gaan we er in totaal spelen.
Meer dan 80 uur wordt er verwacht, want je weet nooit hoe lang het precies allemaal duurt natuurlijk. En we gaan er iedere dag bij zijn. Fuck. 23 camera's die het allemaal in beeld brengen in Alexandra Palace. Zodat u niets, maar dan ook niets mist. En als u echt ook niets wilt missen, dan verwijzen we u ook heel graag natuurlijk naar onze website. Daar is alle informatie over dit WK terug te vinden. In ons toernooicenter kunt u alle uitzendtijden, prijzen, geld, wedstrijden, uitslagen, verslagen. Speelschema. Speelschema hebben we gemaakt. Alles is daar te vinden. En ook alle informatie over de spelers. Hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen. Allemaal op de site. En ook voor de laatste kerstinkopen hoeven u niet de deur uit. In onze shop hebben we een aantal prachtige dingen staan. Onder de speciale WK-editie darts. Daar maak ik u nog even opmerkzaam op. Ondertussen begint Michels echt terug te komen nu. En gaan we weer richting de 2-2 dus. Ja, als Part nu de druk er even volop wil gooien, dan gooit hij nu nog een triple 20 erbij. Hij is in ieder geval weer in de buurt. 88 voor Michels. Moet naar de 18 toe, want Part staat nu wel allemaal finish. Oh, en dan mist hij de 18. Ja, hij vertrekt geen spier. Maar als het even tegen zit, zijn dit de laatste drie darts van Marino Michels geweest. John Part, 4 keer 18, dubbel 16. Nee, hij kiest voor de 19. En nu, triple 15. Nee, gemist. Ongelooflijk belangrijke dubbel 8 nu voor de 29-jarige Marino Michels uit Ridderkerk. Ongelooflijke belangrijke dubbel 4 nu. Ja, 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 die zit erin. Nou, die is alvast binnen. Maar nu, moet... dat script van die eerste set herschreven worden door Michels. Ja, er is geen weg terug, dus hij moet nu gewoon meteen vanaf de eerste beurt knallen. Moet de druk op Part zetten. En dan die laatste, die moet er dan bij. Die moet in die triple 20 erbij. Die zitten er allebei wel erg ver vanaf. En die misschien nog wel meer. En daarmee laat hij dus de kans liggen om het initiatief echt van Part af te pakken. Ja, ook Part gooit niet heel veel trippels meer hoor. Kijk, kijk, kijk. Kom erop! Ja, ja. Nummer 3 voor Marino Michels. Op dit moment zeg. Terwijl het eigenlijk niet lekker liep in die leg. En dan staat Part dus 2-0 in sets voor, 2-0 in legs voor. Dan denk je, hij is er bijna. Maar ja, dan zeg ik het nog een keer. Dit is het WK. Dan is alles anders. Oeh. Die valt eraf. Dat is pech. Wat had Part over? Ja, dat is ook weer zoiets, hè. De eerste pijl zit niet goed en dan moet hij weg daar zo. En de switches van Part zijn niet geweldig geweest in deze partij. Toch krijgt Part weer een kans om voor de wedstrijd te gaan gooien. Dat is nog een hele bruikbare laatste van Michels. Daar gaat hij nog plezier van krijgen als Part 164 niet uitgooit. En Part gooit 164 op een lange na niet uit. Nee. Sterker nog. Hij gooit de puddingbeurt.
En Michels wint de derde set. Dames en heren, jongens en meisjes, dartsliefhebbers. Wij gaan voort. Wat is dit knap, Jacques. Hij stond gewoon 2-0 achter in die derde set. Ja. Nou, we hadden hem niet afgeschreven. Nee, dat niet, maar dan zie je dus dat bij Part net eventjes de focus een beetje verslapt. Omdat hij denkt dat hij er is. En Michels blijft gewoon goed doorgooien. Part mocht ook nog eens twee van die drie legs beginnen, hè, die hij nog moest spelen. Ja, en dan kan hij weer opnieuw beginnen nu. Ja, als je dit ziet, Jacques, dan... Kijk, even los van wat het eindresultaat van deze wedstrijd wordt. Maar dan denk je en dan hoop je en dan verwacht je misschien wel dat we nog veel meer van Michels gaan zien. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zie hem nog steeds niet als uitgeschakeld, hoor. Ja, ik had het even over in het algemeen, hè, in de toekomst. Ja. Ja, goed, hij moet nog een stapje maken. Dat is het een beetje bij Michels. Hij maakt hele kleine stapjes. En uiteindelijk moet je toch wel een keer een grote stap gaan maken. Dan moet je die versnelling vinden. Nou, Part is toch ook niet helemaal geconcentreerd. Laat hij weer zijn pijl uit zijn handen. Dat... Ja, hij zal misschien een beetje gedacht hebben van... Ik ben er al. Ja. En dan moet je nu toch weer even omschakelen. En voor Michels was er maar één weg en die was omhoog eigenlijk. Ja, dit is extra tijd voor hem. Inmiddels is Michels Part ook voorbij in gemiddelde. Michels 84, John Part net onder de 84. Het is niet veel, maar toch, het zegt wel wat er in die wedstrijd gebeurt. Finishpercentage is ook iets beter van Michels. Ook daar scheelt het niet veel overigens. 20. Hij moet zijn kansen wel wat beter gaan benutten, Michels. Nou, deze keer dan. Het wordt dubbel 8 voor Michels. Deze moet er wel in. Maar dat is heel lastig. Ja, extra kans voor Part. En in zijn topdagen was hij hier meester in. Dit kon hij als geen aan. Dit was altijd uit. 20-20 boomtops. En ja, dit is dus Part niet meer een topvorm. Nou, nu is de weg naar de dubbel 8 weer helemaal open. En nu is dubbel 8 gevonden door Mareno Michels. En hij was al de eerste in de partij die drie legs op rij won. Namelijk die laatste drie legs van de vorige set. En nu heeft hij ook nog eens vier legs op rij. En Part is kwijt, hoor. Kijk eens. Die is all over the shop. Poeh. Dat is wel een heel matig begin. Nou ja, het is de leg van Part. Laten we het daar maar even op houden voorlopen. Het kan alleen maar omhoog. Beter.
Maar dat lukt niet in deze leg. 58. Ja, en dan ineens wel een paar trippels. Ik weet het niet. En dan, ja, maar dan zie je dus ook hoe dat paard echt niet goed staat te spelen. Want die is nog niet eens weg van Michels. Terwijl Michels echt slechte scores gooide. En het switchen gaat weer beroerd. Maar Michels doet voort. De 44 gaat er niet af. Wat laat hij staan? 84. Ja, Michels op 109. Als je nog wat wil vroeten in de wonden, dan gooi je dit ook nog even uit, Michels. Nee, dat lukt niet. Hij zit er ook wel weer ver vandaan, die triple 19. Dit is weer wel goed, die laatste. Zo, bijt nog even extra op zijn tanden. Eén kans op tops voor John Part op 1-1. Eronder. Hij moet op 2-2 in sets komen. En dan moet die Part nu breken. Dat zou geweldig lekker voor hem zijn. Eén kans op dubbel 8. Michels ook. Ja, niet eronder dan in dit geval, maar daarnaast. Natuurlijk is dit een leg van Part. Maar toch. Ja, dan blijft er nu dus dubbel 4 over. En die rood hij ook niet. Michels pakt even de concentratie. Anders nog voor die 2-0. Dubbel 2. Doe het. Hij doet het. Hij doet het. En die fiets van John Part die begint steeds meer aan te lopen. Michels begint er steeds harder aan te trekken. Ja, vierkante banden. Hij staat stil. Komt niet meer vooruit, Part. En verliest nu gewoon 5 legs op rij ook nog eens een keer. En als hij niet uitkijkt, neemt Michels nog het stuur over ook straks. En voor je het weet lig je op de grond. Kan Part dit nog omdraaien? Kijk, het is lastig, want ook Michels staat niet fantastisch te gooien, laten we eerlijk zijn. Maar ja, Part zakt echt door de ondergrens heen nu. Gooit 81 gemiddeld, maar Michels gooit ook 80-81 gemiddeld. Het zijn twee spelers die echt aan het werken zijn en aan het vroeten zijn en aan het zoeken zijn, maar niet vinden. Als je ziet hoe ver die eerste dart van John Part van de triple 20 verwijderd is. Die woont nog dichterbij en daar woont in Canada. Goed, puur op niveau gezien is de wedstrijd dus absoluut niet geweldig, niet fantastisch. Nee. Maar spanning, hè? We zitten ernaar te kijken. Goed, je zit er helemaal in gewoon. Ja, dan wordt het een ander soort wedstrijd. Dan gaat het om hele andere dingen. Het mooiste op een WK is zo'n laatste set. Maakt niet uit in welke ronde dat is, maar de laatste set in een wedstrijd is altijd mooi. De Canadezen in het publiek geloven er nog in. Geloof Part er nog in. Ja, hij zal toch vertrouwen op zijn ervaring en routine. Nou ja, Michels kan er wel 2-2 in sets van maken. Via triple 20 en dubbel 18, dat lukt niet. Ja, Part heeft nog geen finish boven de 100 gegooid in deze partij. Sterker nog, zijn hoogste finish tot nu toe is 60 geweest. Michels verliest een flight. Zonder dat in de gaten te hebben. Dit is om terug te breken. Triple 17 nodig voor dubbel 18. Nee, het zit er gewoon niet in op dit moment bij Part.
Michels moet zich rustig houden te midden van de boring tables. 36. En dat lukt niet. Jordan require 52. Nou, het lukt misschien wel, maar hij houdt niet de dubbel die hij nodig heeft. Part voor dubbel 16. Part voor dubbel 8. 44. Part voor weer Noppes. En dit is voor 2-2 in sets. Moreno Michels, dubbel 10. Dubbel 10. Jongen. Hij mist 16 darts op een dubbel in deze set, Moreno Michels. En hij staat nog 2-0 voor. Nou, wie er dan ook in de tweede ronde komt, die moet dat maar heel gauw vergeten. Wat hier allemaal misgegaan is in deze partij. Hoe hij het doet, weet hij ook niet, John Part. Maar hij wint de derde leg van deze vierde set. Hij breekt Michels. En dus is u op dit moment weer twee gewonnen legs van de tweede ronde verwijderd. 96. Ja, het is mooi, hè? Dan staat Part hier dus echt moeite te hebben. En dan, ja, ik zit een beetje Twitter te volgen, want ik volg dat altijd. Natuurlijk de hashtag RTL7Darts volg ik. Maar dan komt er een tweet langs van Steve Beaton. En die zegt dan, poor old John is having a nightmare. It's tough up there being alone. En Beaton weet wat het is, want Beaton die staat ook al 20 jaar met Part op dat podium. En die zit dus ook gewoon thuis te kijken naar de tv of misschien wel hier in de zaal, ik weet niet waar die is. En die ziet dat ook. Poor old John gooide zojuist de vijfde 180er. Michels staat nog op 4. Poor old John lijkt op weg te zijn naar 2-2 in de vierde set. Na 2-0 achterstand. Daar hebben we dat eerder gehoord. Alle sets tot nu toe over de volle 5 legs gegaan. De voorgaande 3. En kijk eens, Bart. Waar moet ik kijken ongeveer? Nou, op die andere camera, die hele groothoeklens heeft. Maar goed, hij gaat zo nog een keer voor tops gooien natuurlijk. 100. Junior required 40. Hij gaat voor dubbel 10 gooien. Hij gaat voor dubbel 5 gooien. Poor old John. Ja, en dan gaat dat ook nog eens een keer niet. Ja, Michels heeft er al 11 gemist, of 16 gemist in deze set. Part heeft er ook al 12 gemist hoor. Die zit er net onder. En dus is de worsteling nog zeker niet voorbij. Dubbel 2. Nou, die ging in de vorige leg ook. En die gaat nu weer. Dubbel 2 voor 2-2. Vijfde leg. Begonnen door Michels. De grote meneer leg. Het is weer zover. Ze zijn er gek op deze partij. Oshawa tegen Ridderkerk. Ja goed, Ridderkerk mag hem deze keer wel beginnen. 100. Ja, dat is al de derde keer dat hem dat overkomt. En volgens mij zaten ze alle drie in de triple hoor. Ja, het heeft van alles te maken met hoe de darts komen aanvliegen. Ik zie het, die flight is ook echt kapot als die aankomt. Dan raakt hij dus midden die flight. Ja, en dan kan hij geen kant meer op die pijl. Dan heeft hij gewoon niet genoeg kracht. Part. Oh, John Part. Het is niet de eerste keer hè, dat hij dat in een laatste leg van een set doet. Een 180 gooien. Michels moet erachteraan. Michels moet erachteraan. Michels. 140 in ieder geval. Maar nog steeds het initiatief bij Part. Maar wat doet hij ermee? 60. Hij laat de finish over. Hij gaat weer gooien voor de wedstrijd. Hij heeft nog geen match darts gehad. Dat niet.
Maar die gaat hij nu denk ik wel krijgen. Misschien niet in deze beurt. Ofwel. Nee. Of niet. Wat haalt hij er nog vanaf, John Part? Nou, de bullseye eraf. Blijft 71 staan. Dat garandeert je zo'n beetje een matchdart. Michels op 164 en die gooit de triple 20 niet. En dus moet hij nu echt afwachten, Michels. Wat Part doet en dan gaat het zo goed. Staat hij 2-0 voor in deze vierde set, Michels. En dan geeft hij het toch uit handen. Part, triple 13, niet 18 en tops. Matchdart, nummer 1. John Part. Michels op 120, die heeft de triple 20 te pakken. Een enkele 20 en top, wat een finish. Oh, top en dubbel 10 mag ook hoor, mag ook. Dubbel 10, Michels. Ja! Yes! Yes! Excuus. We gunnen hem wel iets hoor, Marijn Michels. En we gunnen John Part ook wel wat, maar hij zal ervoor moeten vechten in die vijfde set. Dit is toch niet te geloven. Het WK is begonnen. Kanonnen. Via Shanghai. Zijn we weer terug. In Londen. En zijn we begonnen aan de vijfde set. John Part begon aan de vijfde set. Ja, en nu is het momentum natuurlijk bij Michels. Maar Part, ik zeg het nog maar een keertje voor degene die het niet geloven, stond 2-0 in sets en 2-0 in legs voor. Die was binnen, die was al aan het nadenken over hoe hij zijn koffer ging pakken om over 8 dagen weer terug te komen hier in Londen. Ik weet niet hoeveel spanning ik verder nog aan kan op dit WK, hoor. Het is pas wedstrijd 1, hè? Ja, maar, ja, daarom. Ik bedoel, ja, ik zal maar morgen maar als eerst even naar de huisarts gaan voor een goed advies. Als dit zo doorgaat. Om te beginnen maar mijn jasje uitdoen. Part, hij heeft nu de triples weer wel gevonden. Ja. Dan is hij snel weg. Dubbel 18 voor Part. Ja, die gaat er wel met de eerste pijl in. Ja, hij staat 1-0 voor in de vijfde set. Maar niks is de garantie natuurlijk in deze wedstrijd. Ja, één garantie is daar, Frank. Ja. Er komt een einde aan deze wedstrijd. Dat wel? Ja. Tot nu toe altijd gebeurd. Oké. Okay. Dus ik kan ook nog een beetje slapen vannacht? Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. 49. Ja, het zit echt tot op de tribunes vol in de Alexandra Palace vanavond. Op de eerste dag van het WK. We hebben echt in het verleden wel gezien dat het hier lang niet uitverkocht was. Maar dat is het nu toch echt wel. Het WK leeft niet alleen in Nederland, maar leeft ook in Engeland. Ja, hij gaat ook steeds meer leven, heb ik het idee. Ja, binnen een maand was 3/4 van de kaartjes gewoon uitverkocht. De kaartverkoop begon ergens in september geloof ik, of in augustus. Toen lagen we met z'n allen nog onder een palmboom of zo. Ja, als je tegenwoordig onder een palmboom wil liggen, dan ligt er gewoon sneeuw ook. Michels mag niet het contact verliezen met Part. Triple 18 voor Part, dan blijft dat tops. Oh ja, dit is wel goed. Dit is wel weer goed. 145, nee, gaat niet uit. Ja.
één keer terugkomen van een 2-0 achterstand is ongelooflijk knap. Maar kan Michelsen ook twee keer? Als Parr tops of dubbel 10 gooit, zal hij wel moeten. En hij zal het wel moeten nu. Oei, dat valt alweer even tegen. Ja, waar hij zich aan vast kan houden, Michels, is dat er wel meer tegengevallen is deze wedstrijd. Het is de derde keer dat Parr de darts heeft in een leg die hij begint voor de wedstrijd. De vorige keer was in die derde set. Toen mocht hij twee van de vijf, van de drie legs die overbleef, beginnen. Maar dat was niet genoeg. Maar ja, toen viel hij in slaap. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog een keertje gaat dutten. Hij heeft ook een triple nodig nu. Maar die blijft ver weg. Ja, het part nu wel een trippeltje per beurt. En dan kom je zo knap terug van 2-0 in sets achter. En dan is dat laatste stukje toch net even lastig. Part zie je ook weer in gemiddelde nu omhoog gaan. Die heeft dan toch weer het tempo weten te vinden dat hij nodig heeft. Zit ook met die eerste pijl met name weer dichter bij de triple. En dan gaat hij weer voor zometeen. 60. En hij heeft 6 darts voor 146. Maar ja. 95. Toch weer een triple. En dit WK beginnen we met 6 Nederlanders. Hier gaan we de eerste kwijtraken als Parr 51 uitgooit. Als Parr nu dubbel 8 gooit. En die rooit hij niet. En dus is 164 een must. Een hele dikke finish is dit. En nee. Nu weer geneigd te denken dat Michels toch niet meer zal overleven uiteindelijk. Nu gooit John Parr tweede pijl naar dubbel 8. Nu gooit hij zijn derde pijl en die gaat erin. En dan moet hij toch eventjes bijkomen. Dan heeft hij gewonnen van Mareno Michels. Maar wat heeft de Nederlander, de 29-jarige darter uit Ridderkerk, het hem ongelooflijk moeilijk gemaakt. 2-0 kwam Parr voor in sets. En hij is heel ver teruggekomen, Michels, maar uiteindelijk redt hij het. Jammer genoeg dan toch niet. Hij verliest met 3-2 van John Parr.